Hier wordt geen badminton gespeeld en ook geen tennisdubbel. Het is een sport die in Nederland nu op meer dan 100 indoorbanen gespeeld wordt. Hij wordt wat moeilijk geschreven, maar je noemt hem gewoon squash. Het spel dat rond de eeuwwisseling in Engeland ontstond, wordt gespeeld met attributen van geringere afmeting dan die bij grote broer tennis. In een afgesloten ruimte slaan de spelers de bal om beurten via de wanden naar elkaar toe. Het is niet toegestaan om de bal meer dan één keer te laten stuiten. Tijdens een internationaal squashtoernooi in Helmond speelde de Nederlander Robert Jan Anjema tegen de Pakistaan Zaman. Elke wedstrijd bestaat uit 2 of 3 games. Wie het eerst 9 punten haalt is winnaar. Dat werd hier de Pakistaan, die daarmee zijn Nederlandse tegenstander een duidelijke teleurstelling bezorgde.